Welkom bij de Week van Zorg en Welzijn. Ik ben Jetro Hardeman, marktverkenner van Amport. En ik ben dan wel benieuwd, hè? Wat doet Amport eigenlijk op IAD gebied? Oh, daar stel je me wel een moeilijke vraag, hoor. Ja, hè? Nee, ik weet wel dat er heel veel gebeurt, maar wat precies? Nee. Al sla je me dood. Ik dacht dat IAD een luchtvaartmaatschappij was, maar... Weten jullie eigenlijk wat wij doen op het gebied van e-health? Eigenlijk te weinig. Ik zou het wel willen weten. Een beetje. Het gezien het innovatielab, dat weet ik dan weer wel. Ja. En toen bleef het stil. Ja, ik heb wel een beetje een idee. Nee, ik hoop dat je me dat allemaal uitgebreid gaat vertellen. En dat is natuurlijk precies wat ik ga doen. Ik neem jullie mee naar mooie e-health-initiatieven binnen Amerpoort. Te beginnen met de Cradle. Dit is een Cradle. En het is een soort instrument waarmee je geluid kan maken door aanraking. We merken dat we in de muziektherapie zijn we heel erg bezig met contact. Contact is alles. Ja. En dat de muziek is daar het middel voor. Ja. En dit instrument maakt dat mogelijk. Dit is voor iedereen haalbaar. Ik ga bij jou. Je hoeft niet muzikaal te zijn. Je hoeft alleen maar je hand erop te leggen. Ja. En ook, weet je, het maakt niet uit wat voor niveau iemand heeft. Of wat voor leeftijd. Of wat voor beperking je hebt. Alles kan. Na dit prachtige product, de Cradle, met heel veel potentie, gaan we door naar het volgende mooie product, namelijk Clickik. Clickik is een stukje software wat op internet draait. Waarmee cliënten zelfstandig op internet kunnen surfen. Op een simpele en makkelijke manier. Corina, hoe vind je het om met Clickik te werken? Leuk! Ja? Ja! Yeah. En ik zie dat je nu zeg maar een filmpje hebt van Mr. B. Ja! Yeah. Heb je die zelf uitgekozen? Ja! Yeah. Oké. Okay. Ja! Yeah. Hartstikke leuk hoor. Nou, je doet het ook goed. Ja! Yeah. Clickik wordt nu gebruikt door plusminus 250 cliënten. En elke cliënt heeft 2 of 3 begeleiders die weer aan Clickik komen. Dat gaat goed met Clickik, zeg. Ik ben benieuwd of het digitale planbord MyWeb net zo'n vaart zal nemen. Ik ben vandaag in Woerden en ik ben op weg naar de Ibiza-kade, woonlocatie van Amerpoort. Ze hebben hier 1,5 maand getest met het digitale planbord van MyWeb. En ik ben natuurlijk heel benieuwd wat ze ervan vinden, dus dat ga ik eens even vragen. Nou, vandaag is, dat is, ik denk Mary. Goed, ja, natuurlijk. Heel goed. Hey. Ja! Hey, ik ga wel dichterbij hoor. Even kijken. Wat is het voor? Ik zie iets roods. Oh, je kan er ook nog op klikken. Kijk, en dan was die wat groter. Omdat je niet elke keer aan de begeleiding hoeft te vragen. Oké. Okay. Of wat dan ook. Het is handiger dan de papieren roemer die we hebben gehad. Dus het helpt wel. Ja. Ja. Kijk naar Roos, dus 73. Zo, ja. En die doet een spelletje erop. Ja. Dat ze straks misschien op het rijrapportement op de tablet kan doen. Ja. En nu kan ze echt dus kan eigenlijk uren mee bezig zijn. Ja. Lukt het, Roos? Ja. Dat moet je niet storen natuurlijk. Hartstikke goed. Nou, ik denk dat het een behoorlijke meerwaarde heeft, het plan wordt. Ik werk veel minder met papiertjes. Het is voor cliënten duidelijker, want je kan met plaatjes werken. En je kan het ook direct aanpassen wanneer nodig. Het digitale planbord van MyWeb is in ieder geval een groot succes. Als laatste gaan we kijken op een woning van Vinkeveen, waar ze geëxperimenteerd hebben met virtual reality. In het kader van Onze Miner hebben we hier meegedaan met een experiment over virtual reality en het inzetten daarvan. En wij zijn dus met de 360 graden camera op stap gegaan, samen met een bewoner van deze locatie, Kim. We hebben een busreis gefilmd, een busreis naar Woerden, heen en terug. En dat filmpje is te zien op de virtual reality bril. Kim was de labrat, zoals het zelf vertelde. Hoe vond je het om die bril op te hebben? Vet. Ik voel dat ik echt in de bus zit en zo, dat is wel cool. Oké. Okay. Anouk, kan je mij vertellen wat jou het meest is opgevallen aan de virtual reality bril? Nou, dat je echt in de beleving zelf
zit om je heen kijken. Zo noem ik ook de plusreis. De beleving van jezelf. Ja. Zijn er nog andere dingen waar je dit op gaat zetten? Ja, verschillende dingen waarbij je zonder de cliënt zelf meteen de situatie te brengen, toch wil laten ervaren hoe het is. Dus grote omgevingen zoals stations of festivalterreinen of andere sociale omgevingen. Ja, daar kan je. Zo, het was het gaaf, hè? Al die mooie IELTS-toepassingen. Ja, we doen natuurlijk nog veel meer op IELTS-gebied. Experimenten, projecten, maar dat de volgende keer. Ik hoop dat je de volgende keer weer meekijkt bij Aanport. Tot ziens!